Het monster is nabij. Ja, dat is wel een erg slechte grap. Dit is namelijk de 15M. 15M. Ronddwalen op internet kan verwarrend zijn, want het lijkt een obscure versie van de immens populaire Singer 15-serie, of de klasse 15. Het mag misschien zeldzaam zijn in sommige delen van de wereld, maar wij, hier in Europa, hebben een fijne voorraad. Zoals deze slingerversie, gemaakt in Monza, Italië. Deze vormgeving is slechts een paar jaar gebruikt. Van de jaren 50 tot de begin jaren 60 een paar jaar tot maximaal een jaartje of 10. Het hoekige ontwerp was bedoeld om af te rekenen met het oude suffe imago. Vergelijk het met de 201 die een nieuw jasje kreeg, de 201 Mark II. Of een ander malletje voor model 99, de 185. Zowel de 201 Mark II als de 185 gebruikten dezelfde onderdelen als de voorlopers, maar waren anders voor het oog. Sommigen noemden het de Butcher Block Look, slagersvormgeving of de Hakblok vormgeving. Je raadt het al, in wezen is de 15M hetzelfde als de 15K88, maar een ander chassis, een ander ontwerp. Deze heeft ook een heen en weer bewegend mechanisme. Deze kan ook terugnaaien. En zoals de 15K88 kan deze ook de vier docks laten zakken. Het enige lijkt de naald. Deze moet met de platte kant naar buiten links toegericht zijn. Een spoeltje winden is zoals, ja, op een 15. Plaats de klos op de onderste pin en leid de draad via dit wieltje naar een lege spoel erboven. Druk het hele mechanisme wat van je af totdat het rubberen wieltje contact maakt met het balance wheel. Draai de koppelingsplaat een kwartslag naar links om te kunnen opwinden zonder dat de naald beweegt. Het opwindingsmechanisme heeft een metalen lipje dat uitsteekt en rust op het spoeltje. De veer zorgt ervoor dat het spoelen stopt wanneer deze vol is. Eerder stoppen, druk hem iets omhoog, snijd de draad af en draai de koppelingsplaat weer vast. Houd de spoeltjeshouder in de linkerhand en het spoeltje in de rechterhand. Het draad moet tegen de klok in er vanaf lopen. Trek het lipje achterop pas open wanneer het spoeltje eenmaal in de houder zit. Je bent er bijna. Druk het er dus in en trek het door de dunne groef heen totdat het in de opening valt. Het geheel past precies in de zogenaamde race onderin de machine. De bovenste draad loopt vanaf het klosje via deze inkeping naar beneden naar de achterzijde van het spanningselement. Laat het tegen de schrijver aanrusten, onderlangs en weer omhoog. Achter dit uitstekende dit en weer naar beneden. Onder de veer door en weer terug omhoog. Dan door het gat van deze arm, trek de draad door het gat heen naar je toe. En eindelijk naar beneden achter deze eerste haak en de tweede haak. En nu het draad door de naald te trekken van binnen naar buiten, van rechts naar links. Geef deze singer een slinger en naai je maar.